Sparta naar voren. De Sparta-podcast. Met Ruud van Os, Anton Slobboom en Frank Stout. Goeiedag, daar zijn we weer met allemaal blije gezichten. Dat mag ook wel, hè. 6 punten in een paar dagen. En we zijn er ook met een hele betrokken Spartaan, met Michael Marinus, de manager van de stichting De Betrokken Spartaan. Hartstikke leuk dat je er bent, zo vroeg. Ja, het heeft even geduurd, maar ik ben blij dat ik er ben. Ja, dat leuk. Als je nou mag kiezen, hè, wat zou je dan liever willen? Dat Sparta de play-offs wint straks? Of dat De Betrokken Spartaan een prijs krijgt als de meest impactrijke betaald... De impactrijke... maatschappelijke tak van een betaald voetbalorganisatie. Wat zou je kiezen? Die keuze is niet zo moeilijk. Dan kies ik altijd voor Sparta. Toch wel? Jawel, want als Sparta succes heeft, dan druppelt dat... Het regent boven en het druppelt beneden, zullen we maar zeggen. En dan profiteren we er ook op een of andere manier wel van. Nou, dat is mooi om te horen. Vind je mooi, hè, Anton? Ja, zijn jullie nou gisteren samen naar Arnhem gereden? Terug. Ja, in feeststemming. We hebben letterlijk alle vragen die jij gaat stellen hebben we doorgenomen. Nou, dan wordt een hele korte podcast. Ik kwam ze dit tegen perfecte antwoord. Bij de uitgang van het stadion na de wedstrijd. Ik zeg, als Stout hier was, hadden we gewoon de podcast nu al op kunnen nemen. Maar, Precies, ja. Scheelt een beetje energie. Nee, maar het perfecte antwoord, toch? Denk ik. Het is wel mode, hè? Alle clubs hebben het. Ik denk dat nu echt alle eredivisieclubs een stichting hebben, volgens mij. Sowieso de eredivisieclubs, maar ja. Ja, het gekke is, er is nog niets eigenlijk voor de KKD-teams of clubs. Want als jij degradeert, dan word je gelijk niet meer uitgenodigd voor het MVO-overleg van de eredivisie. En okay. Dat is heel vreemd. En wij hebben met alle clubs hebben we heel goed contact. Ik bedoel, waar supporters elkaar nou eens naar het leven staan, is het bij ons eigenlijk allemaal... We hebben dezelfde missie en dat is, laten we zeggen, het land een beetje beter maken. Dus het is wel eens vervelend dat jij je collega's van bijvoorbeeld een NAC, die best een grote MVO-afdeling heeft, FC Groningen natuurlijk, grote club, dat je die uiteindelijk niet meer spreekt. Of je moet aparte afspraken gaan maken, maar om nou op woensdagmiddag even naar Groningen te rijden, dat gaat me ook wel eens wat ver. Dus op het MVO-platform komen wel eigenlijk alle MVO-takken van de BVO's. Maar de clubs die afvallen, hè, dus mocht een Vitesse eruit gaan, dan is ook Vitesse betrokken ineens een stuk kleiner, denk ik. Je hebt gejuicht, hè, gisteren, neem ik aan. Ja, nou. Wel altijd ingetogen. En ingetogen, met, hoezo? Met respect, ja, omdat je bij de tegenstander bent. Ik vind dat ook zo hoort. Nou. Ja? Ik ben daarvan overtuigd dat als je gewoon gaat staan en je klapt een keer... Dan vind ik dat prima. En dan kun je in de auto kunnen wij anderhalf uur zingen. Jij zit natuurlijk tussen de tegenstanders. Ja, ik zit tussen de deur vaak natuurlijk. Van de tegenstander. En jij toch ook? Bij uit te strijden? Ja, ik juich. Ja. Ja. Maar niet zoals in het uitvak, hè? Wel gewoon een beetje... Nee, ingetogen. Dat vind ik ook respectvol, ja. Als ik eerlijk ben. Maar ik begreep op de hoofdtribune dat er wordt wel gemoord, hoor, als je juicht voor de andere partij. Ik kan me herinneren dat toen Feyenoord bij Sparta op visite kwam... Dat er nogal weken aan een stuk over gegaan is dat er zo achterlijk gejuicht werd. Maar gisteren werd er niet gemoord, hoor. Deze club, Vitesse, is hersendood, klinisch dood. En er hoeft alleen maar de stekker eruit getrokken worden. Het is gewoon helemaal over daar. En het mooie was, de laatste 5 minuten, ze stonden 4-1 achter. En ze gingen feest vieren op de tribune, zeg. Ja. Dat vond ik dan wel weer grappig. Ja. Maar deze club is gewoon klaar. Ja. En dat is pijnlijk, want als je dat gebouw ziet staan... Ja. Dan denk je, als hier toch eens iedere week 25.000 mensen zouden zitten. Oh, geweldig. Want dat zat het in het begin. En toen ging ik nog wel eens kijken daar... Ja. Ja, het is over. Het is klaar. Maar jullie vinden het wel goed dat we het eerst even over Sparta gaan hebben. Okay. Bij neerlaag of victorie, Sparta naar voren. Vitesse heeft zijn eigen podcast. Wij willen lekker Sparta naar voren. Wat was het mooiste van gisteren? Er waren heel veel mooie momenten, maar ik denk dat de goal van Clement... Dat was zo... Toen waren we zoveel beter op dat moment. Ja, daar voelde ik echt van alles bij die goal. Maar je kunt echt kiezen, want het leek op een gegeven moment op een trainingspartij. We hebben gelachen om penalties die we niet kregen en zo. Er was één heel klein moment waarop ik dacht, dat was na de goal vlak voor rust. Dus de 3-1. Toen het bijna 3-2 werd. Dat was mijn mooiste moment. Toen we dat overleefden. Van Olij, precies. 1 minuut na de 3-1 kreeg Vitesse een gigantische kans op 3-2. Ja. Als die erin was gegaan, hadden we echt een hele, hele, hele zware tweede helft gehad. En die pakte die en dat was mijn... Ja. Belangrijkste en dus ook mooiste moment. Ja, want dan denk je bij die 1-3 had hij misschien wat meer aan kunnen doen. Hè? Dat een beetje weifelend uitkomen. Of beter gezegd, uiteindelijk weer niet uitkomen. Dat is toch, dat blijft zijn zwakke punten. De hoge voorzitter vanaf de zijkant. En dan pakt hij daarna wel die bal. En dan weer in de wedstrijd uiteindelijk. Dat is toch wel, dat is wel knap. In 1-op-1 doet hij zo goed, ook in de tweede helft. Ja. Pakt hij er weer eentje. Er wordt 2 keer tegen hem aangeschoten. Dan kan je zeggen, ja, hij wordt tegen hem aangeschoten. Nee, hij maakt zich breed. Ja. Doet hij gewoon hartstikke goed. En hij frustreerde Vitesse heel erg met tijdrekken in het begin.
En de eerste 10 minuten was hij daar al mee bezig. En daar raakten ze echt van, ook op de tribune, een beetje van de kook. Persoonlijk vind ik dat dan op dit moment, je staat met 2-0 voor, was dat volgens mij al. Denk ik. Ik denk dat hij het spelletje goed snapt. En dat hij inziet dat je Vitesse heel snel frustreert. Volgens mij is dat aan de hand. Hij neemt de scheidsrechter in de maling. Want dan ook als de scheidsrechter komt waarschuwen, wat doet hij dan? Dan loopt hij naar de scheidsrechter toe, dus voorbij de bal die hij moet nemen. Even zogenaamd luisteren. Het interesseert hem echt geen reet wat die scheidsrechter zegt, Van de Graaf. Maar dan moet hij dus ook weer teruglopen en opnieuw. En dat zijn allemaal weer, dat is weer 30 seconden winst. Hij is ook vaak de bal kwijt. Ja. Bij de ballen, jongens. Waar is die bal? Ja, maar Ruud, ben je het eens als je 2-1 voor staat in een grote wedstrijd? Tuurlijk. Om dat te doen. Maar ik denk dat het nu niet gepast was. Het is een opdracht geweest aan de selectie. We moesten sluwer spelen. Ja, maar ik had gisteren het idee dat wij met z'n 3 hadden meegedaan, dat we ook gewonnen hadden. Hoor. Op een gegeven moment wel, ja. Ja, gek hè. Want we speelden niet geweldig, vond ik. Was het zaterdag beter? Ja. Ja, denk het wel. Ja? Ja, ik vond ons niet overtuigend spelen. En onze invallers, daar werd ik zelfs een beetje verdrietig van. Zo. Ja, je was niet zo enthousiast over Brim, hè? Die had er volgens mij helemaal geen zin in. Nee, die zakte echt door de mand. Eerlijk is eerlijk. Je zag wel, dat is echt angst. We zijn echt in jubelstemming. Maar we moeten verder met Brim. Als Laurens echt geblesseerd lijkt. En dat leek heel erg van boven. Want ja, hij zat daar op een met die krukken en alles. Enkeltje. Dan moeten we met Brim verder. Nou, nou ik hoop dat hij houdt niks vast. Maar kan je dan niet beter Negli in de basis zetten? Dat je met Negli, Saito en Mito voorin gaat spelen? Nee, we moeten Brim nog een kans geven. Nog een kans. Ja, en aanstaande zaterdag thuis tegen Heracles, 5:30, prima. Maar gisteren was niet goed. Maar als je in deze wedstrijd niet scoort, dat geeft ook wel te denken. Want kansen de kansen die hij gekregen heeft, waren heel groot. En hij straalt, het is zo langmoedig. Ja, het is allemaal supporterspraat, weet ik ook wel. Maar mijn hemel. Dat is ook een beetje jouw rol. Hij is overal te laat bij. Je ziet hem ook niet achter ballen aangaan waarvan je denkt van, hey, als je hier druk op zet, dan hebben we hem binnen 2 seconden weer terug. Maar we hadden natuurlijk met 3 aanvallende wissels, Rosario, Brim en Negli, maar die kwamen alle 3 niet in het stuk voor. Nee, alhoewel Rosario nog wel aardig inviel natuurlijk. Ja, ja. Maar goed, daar verwacht je minder van Brim. Daar Meisje voldeed aan wat hij moest doen. Natuurlijk. Ja. Maar de aanvallers niet. Kreeg nog een hele dikke knuffel van zijn moeder, dus dat is ook weer goed. Ja, maar die stond op het veld, had ik het idee. Ik zag een filmpje van haar na afloop. Die stond op het veld. Het zijn wel grote schoenen die je moet vullen nu, want Marjon was goed vorige week. Hij heeft ook geen taart mee. Ik heb geen taart mee, maar ik wil de Zeeuwse bonussen meenemen. Oh. Alleen ik ben niet uit Zeeland gekomen. Dus ja, dat is jammer. De volgende keer. Nou, je weet, het is niet zo heel ver de Lloydkwartier van Rijnmond vandaan. Dus van Sparta vandaan. Dus je kan het gewoon een keertje komen brengen natuurlijk. Ja, dat zou kunnen. Ja, nou, dat is mijn eerste kleine suggestie hoor. Ja, heel goed. Ja, maar we spelen nu 2 wedstrijden zonder Kitolano. En dat is een kanjer. Maar we winnen wel gewoon 2 keer. Ja, maar Metinho en Clement staan heel goed, toch? Ja. Nu? En Arno Verschuren gisteren ook supergoed. Ja, zonder te zo soeverein. Ja, dat vindt hij dan zelf heel erg. Maar hij had een paar acties. Ongelooflijk. Hij had de bal weer terug veroverd. Hij raakte hem kwijt en hij veroverde hem weer terug en speelde hem goed naar de Dat is een compliment voor Rijsdijk, want er zit echt vechtlust nu op dit moment in de ploeg. Maar de beste scoorde de 4e, toch? Ja, wie was dat? Eerthuizen. Ja, die was goed. Hè. Ja. Wat leuk voor hem ook. Ja. Maar hij is sowieso goed, hè? Sinds dat hij weer terug in de basis is. Ja. Hij was fantastisch. En dan dat belonen met een mooie kopbal als 4e goal. Ja. Echt geweldig. Ook Bakari zat er niet echt lekker in. Van de Kust veel bal verliest. Bakari mag. Oh, Van de Kust. Weer een assist. Ja. Werd toegezongen. Ja. Maar wordt hij nou toegezongen omdat de Spartanen hem echt goed vinden? Of omdat het ook, is het ook een klein beetje als grapje bedoeld? Dan, heet het begon. Dan noemen we het vaak cult. Dan, hè? Nou, het begon een beetje uit balorigheid. Ja. Met die assist die zo goed was. Die kwam soort van uit het niks, weet je nog? De vorige wedstrijd. Tegen Fortuna. Goed voorgegeven. Was een fantastische aanval. Geweldige goal. Ja. Toen begon dat. Maar je ziet hem ook beter worden. En het helpt. We juichen hem toch naar voren op dit moment. Hij wordt wel echt beter. Dat zie je wel aan hem. Dus, ik vind dat hij nu nog in de fase zit van minder slecht. Minder. Maar hij vindt zichzelf wel lekker gebald hebben in de eerste seizoen zelf. Ja, was het interview met jou? Ja. Ja, hè? Ik zei, het viel toch wel een beetje mee. Maar ja, weet je, dan is het na een 4-0 tegen Fortuna. Dan wil je ook weer niet gelijk de boeman spelen natuurlijk. Zo'n jong ventje, als hij zich staande jong, hij is 2,23. Dan ben je niet meer jong, hoor. Ja, maar net nieuw. Ja, dat is wat anders. Komt van een jong elftal. En hij hield zich staande. Volgens mij komt hij uit Amerika. Denk ik. Ja, dat was genoeg. Nee, maar als we met onze sterke as kunnen we het blijkbaar hebben. Ja. Dat onze backs niet zo goed zijn. Nou, gelukkig hadden onze Japanners het op de heupen. Ja. Hopen dat Mito er doorheen is. Speelde toch goed? Ja. En Metinho, hè? Is ook supergoed, hè? Wie? Saito, echt een leuke voetballer om naar te kijken. Het is echt smullen. Om je heen op de tribune hoorde je de mensen ook echt vol verwondering. Ja. God, zijn die gasten snel. Ja. Echt,
ja, ze zijn ook snel. Ja. Maar ik heb ook nou eens 90 minuten lang op Hajj Moussa zitten letten. Ja, ik voorspel nu al, als Feyenoord hem gaat halen, dat wordt helemaal niks. Veel van hetzelfde. Wat een circus voetballer is dat, joh. Die was alleen maar aan het goochelen. Dan werd hij even goed aangepakt door Sparta-verdedigers. Ja. Toen durfde hij niet meer. En dan heb je dus ook niks meer aan hem. En de tweede helft kwam hij weer een beetje bij. Ging hij weer kappen en draaien. Het leek allemaal nergens op, joh. Het is echt weggegooid geld als Feyenoord die gaat halen. Ja, ja, en als je nog niet eens voorbij van de kust kan kopen. Ja. Ja. Echt, nee, ik vond het echt circus Bassie en Adriaan. Ik denk wel dat we in deze podcast klaar zijn met Mika Pinto, toch? Nou ja, jij begint altijd over. Ja, hij moet genoemd worden, want dit... Hij hoeft helemaal niet genoemd te worden. Ik heb erop gelet, maar... Nou, arme jongen. Er is niet veel van over, hè? Nee. Waar is die dreiging die hij bij ons had? Die helemaal weg. Ja. Gek, joh. Zo zie je maar dat voor het geld kiezen niet altijd het beste is. Nee. Maar die sfeer vooraf, voor het begon... Mm-hmm. Toen maakten we ook radio natuurlijk. Maar... Ik heb geluisterd, ja. Maar wat was dat? Keiharde hardstyle in een leeg stadion? Nee, dat viel wel mee. Ja, op de radio misschien. Nee, maar de hardstyle, het was niet echt hardstyle. Het was gewoon, oh, zo bedoel je. Er is nog een hardere hardstyle. Ja, het was, dit was gewoon een housedeuntje. Nou, Ruud. Hey. Nee, ik vond het te hard. Zeker als het stadion zo leeg is. Ja. Dat slaat gewoon nergens op. Ja, die boksen, die zijn daar wel goed natuurlijk. En hoe heet het? Die vogel ging rond. Ja, het heeft wat potsierlijks als het zo leeg is. Dat zijn allemaal dingen die horen, hè? Harde muziek, een vogel bij een kokend stadion. Ja. En nu is het heel plichtmatig van we doen die vogel, want we hebben iedere week een vogel. Maar dat is gek. Als je in Amerika naar het honkbal gaat, spelen ze wel eens door de week, overdag. En dan is het ook heel rustig. Maar dan doen ze wel al het entertainment. Dus de kisscam en het scherm en alles. Ja. Maar dan zit er bijna niemand. Nou, dat gevoel was dit. Dat is heel gek. Ja. En dan, je dacht echt van, nou, hoe motiveer je jezelf hier nou als voetballer? Uiteindelijk liep het nog aardig vol, viel me mee. Maar die eerste goal, die viel op het perfecte moment. Ja. Het was gelijk geknakt. En waar zit jij dan tijdens die wedstrijd, als je niet mag juichen? Nou, ik had gisteren wel een bijzondere dag, want zoals Ruud zei, hebben we ook het businessclub voetbal. Nu ben ik even tijdelijk geblesseerd. Dat maalt niemand om overigens hoor, maar tijdelijk geblesseerd. Dus ik heb gecoacht. We speelden op een amateurcomplex, een kilometer of 5 van het stadion. En dan ga je ook gezamenlijk naar het stadion. Tegen de businessclub van Vitesse? Tegen de businessclub van Vitesse, voor de duidelijkheid, ja. Dat doen we al jaren, dat doen we met een aantal ploegen. Vitesse, Heracles komt weer aan de beurt zaterdag. AZ. En zo hebben we ieder jaar een aantal ploegen waar dan de businessclubs tegen elkaar voetballen. Een paar uur voor de wedstrijd. Nou, vroeger was dat in het stadion zelf. Hè, bij Sparta ook een aantal keer gehad. Bij ADO, bij Excelsior. Tegenwoordig heeft bijna iedere club echt gras. We hebben vorige keer bij Heracles nog op het kunstgras kunnen spelen, omdat dat er nog niet uit was. Dat geeft toch altijd wel iets extra's, hè? Als je dan langzaam het publiek binnen ziet druppelen en je staat er met je twee houten benen op het veld. Mm-hmm. Gisteren hadden we dit dus ook. Laten we zeggen, na de wedstrijd ga je dan met z'n allen ook even een buffetje nuttigen. Ja, dat zou wel, maar heb je gewonnen? We hebben gewonnen. Oké, nee. Hij wilde net over het buffet gaan vertellen. Ja, dat lijkt niks voor mij dat als er over eten gaat, dat ik het afkap. Voordeel als een van je medewerkers bij Sparta, Jannie Koevermans heet. De zoon van oud-Feyenoord-directeur Mark Koevermans. Die kan lekker ballen. Die schoot er even 4 in. Dus bij VOC in het eerste. Ja, die schoot er even lekker 4 in. Dat was ook echt in vorm. Dus even terugkomend op jouw vraag. Wij waren aan het eten op het moment dat de hele herrie losbarstte en de vogel ging vliegen enzovoort. Konden nog net op tijd. Nog binnen. Ja. Een leuke anekdote is misschien wel dat Vitesse haalt altijd een oud scheidsrechter. En dat was gisteren Dick Jol. Mm-hmm. Je moet altijd zorgen dat je bij die man aan tafel zit met eten, want daar vliegen de anekdotes over tafel. En hij vertelt echt vol passie en op zijn Haags natuurlijk. Ik zei, Dick, woon je tegenwoordig in deze regio, omdat je nou iedere keer bij Vitesse aan het fluiten bent. Maar hij woonde nog lekker in Scheveningen. Zeg, nou, zal dat het envelopje wel zijn geweest? Dat Dick Jol fluit een businessclub wedstrijd. Ja, maar hij fluit voor de rest niets meer. Nee, maar dat doen al die scheidsrechters. Als jij Roelof Luijn gebeld en je zegt, joh, je krijgt een envelopje, komt hij ook hoor. Ja, en, klopt. Denk als je Colina belt ook nog wel. Ja, en die mannen die doen het niet meer op competitieniveau, maar die doen dit soort dingen. Die doen benefietwedstrijdjes, die doen Oud Oranje en... Hij speelde dan 2x45 minuten net, of zeker? Nee, 2x25. Ja, dat lag dat. Maar jij komt om de wereld te redden, dat zei je net. Je wilt de wereld beter maken, maar wat heeft dat met de businessclub te maken? Nou, ik vind het belangrijk, die vraag krijg ik ook vaak, waarom ga je altijd met het bestuur mee naar uitwedstrijden? Ik vind het belangrijk om sowieso maatschappelijk in die businessclub bekend te zijn. Dat heeft niet alleen commerciële ideeën, maar ook van weten wat je doet en het over kunnen brengen. En daarbij, bij de uitwedstrijden, heb ik altijd nog contact met mijn NVO-collega daar... Ik ga meestal een uurtje van tevoren
naar de MVO-afdeling. Om daar gewoon even ideeën uit te wisselen, ervaringen uit te wisselen en gewoon even kennis te maken verder. Heb je nou al gezegd wat MVO betekent? Of? Maatschappelijke verantwoord ondernemen. Ja, precies. Om even blijven herhalen. Okay. Ja, dat is jouw even knie daar. Okay. Ja, maar je hoopt dus dat die sponsoren, die met wie je leuk voetbalt, aan het einde van de dag zeggen van nou, laat ik die betrokken Spartaan ook maar zelf. Nee, nog niet eens, want er zijn heel veel, zijn al maatschappelijk partner. Ja. Maar het is ook gewoon net als in een commerciële afdeling je relaties lekker. Is nou een onderdeel van de deal dat als je sponsor van Sparta wordt, dat je dan automatisch ook iets aan de betrokken Spartaan geeft? Nee. Zou het misschien wel moeten zijn? Dat is het nog niet. Dat is wel de droom, geloof ik. Hè? Ja. Nou ja, je ziet erbij. Er zijn verschillende manieren waarop een maatschappelijke tak ondersteund wordt. Ik vind het altijd wel belangrijk om te vertellen, en misschien loop ik dan op de zaken vooruit, dat wij in principe financieel ook losstaan van de voetbalclub Sparta. Dat is ook een bewuste keuze. We hebben een ambi-status. Dus een wat, pardon? Een ambi-status. Dat betekent dat sponsoren in principe alles wat ze aan ons schenken, ook belastingtechnisch goed kunnen maken. Dan ben je een soort goed doel ben je dan eigenlijk. Dat zijn we ook, ja. Ja. En ik vind het wel belangrijk om te vertellen dat wij ons eigen broek op moeten houden. Dus wij betalen ook gewoon een maatschappelijke huur aan Sparta. Wij betalen ook gewoon de elektriciteitsrekening, servicekosten, schoonmaakkosten. En krijgen daar een soort infrastructuur, noem ik het altijd maar, voor terug. Dus wij mogen gebruik maken, we zitten in het stadion, we mogen gebruik maken van de faciliteiten van Sparta. De naam doet natuurlijk heel veel. En zo helpen we elkaar, zeg maar, om... Maar wat is nou het antwoord op die vraag? Want dat is een terechte vraag. Komt een nieuwe sponsor? Waarom is 10% niet voor... Nou, dat is zeker de vraag. Dat wordt ook nu onderzocht. We hebben ook een bureau ingeschakeld dat gaat kijken wat... Wij noemen het zo mooi met een moeilijk woord, de propositie gaat zijn van de betrokken Spartaan. En dat was waarom ik vorige keer geïnterviewd werd, toen jij dat voor mijn voeten gooide. Dat ging daarover. Ja. Hoe je vanuit de journalistiek daarnaar kijkt. Dat was de vraag die aan mij werd gesteld door dat bureau. Ja. Wat heb je geantwoord? Nou, dat wij dit heel erg interessant vinden, omdat daar goede verhalen in zitten. Wij zijn op zoek naar goede verhalen. En als je kijkt naar wat zij doen, en dat geldt ook voor Excelsior, geldt ook voor Feyenoord in deze stad. Zij doen goede dingen die ook nog eens interessant zijn en constructief zijn. En interessant daardoor zijn voor ons, ons publiek om te kunnen lezen. Hè, over een iemand die zich in Spangen inzet om jongetjes en meisjes die het niet zo breed hebben, een beter leven te laten hebben. Dat kan een moeder zijn, dat kan een vader zijn, dat kan middels de betrokken Spartaan dan zijn. Ja, dat zijn er rolmodellen en daar besteden wij graag aandacht aan. Wat is de begroting ongeveer? 6 ton. 6 ton. Dan is het wel omhoog gegaan, want ja, in het jaarplan staat 3,5. Ja, het is gigantisch. Ik had ook een soort structuur opgebouwd voor vandaag. Dat ik kan vertellen hoe we gegroeid zijn, maar... Ja, we zijn gigantisch gegroeid. We zijn ook gegaan... Maar dat is nog steeds, zodat ik je onderbreek, 6 ton is nog steeds een schijntje... Als je het vergelijkt met andere clubs. Bijvoorbeeld Excelsior, 1,5 miljoen. Ja, FC Groningen, 1,5 miljoen. Zeker. En dan vind ik, dan jullie nog niet eens de helft. Nee, dat klopt. En we zijn ook nog niet zo heel lang compleet. En nog niet zo heel lang echt up and running, zeg maar. En even lang als Excelsior, allebei vanaf 2011. 12,5 jaar, ja. Ja. Alleen heb ik het 6 jaar geleden overgenomen. En niet dat het aan mij ligt, maar het heeft wel een bepaalde toevlucht genomen. Omdat we heel veel zijn gaan investeren in naamsbekendheid. In laten zien wat we doen. Want toen ik binnenkwam, deden we al heel erg veel. Voorganger Perry Leidsman, ook wel bekend, had al heel veel gedaan. En deed ook heel veel voor de maatschappij. En ook met name met het voetbal. Alleen op een gegeven moment moet dat ook zichtbaar worden. En daar hebben we heel erg op ingezet de eerste 2-3 jaar. Echt verschrikkelijk veel in de publiciteit gekomen. Nou, er zijn hele rare WhatsApp-groepen ontstaan in Rutte, weet je ook van. Ja, dit moet je zo vertellen. Maar na je serieus wou even dat WhatsApp-groep verhaal. En toen zijn we ook langzamerhand gaan voorinvesteren in personeel. Want ik kan niet alles alleen. En we hebben nu een mooie aantal bereikt van met mij erbij 5 FTE. Waar ik 2 jaar geleden nog in mijn eentje was. En dat gaat allemaal geleidelijk aan. Je zegt, het is nog maar 6 ton. Maar ja, ik heb wel de ambitie om dat over 2-3 jaar ook te verdubbelen. Kunnen we dit niet gewoon een beetje terugbrengen naar wat betekent je nou voor mensen? Dit gaat heel erg over de FTE en MWO, een businessclub. Maar wat betekent je nou voor die mensen in de buurt? Want als je in Spangen woont, sommige delen van Spangen zijn helemaal niet rijk. Spangen is wel ontwikkeld, maar de nood is hoog. Nee, Schiedam, Vlaardingen, dat bedien je ook. Maar wat betekent je nou? Om wat te kunnen doen. Echt impact te kunnen maken, heb je ook wel de middelen nodig. En niet alleen geld, maar ook, vind ik, personeel. Ja. Wat ik zei, 2 jaar geleden was ik nog nagenoeg in mijn eentje, huurde ik iemand in. En nu doen we het met z'n vijven. En dan kun je dus veel meer bewerkstelligen. Het is uiteindelijk ook hoe belangrijk de directie van een club een maatschappelijke tak vindt. Dat is superbelangrijk. Want bij Excelsior zeggen ze, nee, wij zijn er niet alleen om het voor het voetballen. Meer dan dat. Dus 1,5 miljoen schuiven zij richting die maatschappelijke tak. En Sparta
Kan je dan zeggen dat zij het iets minder belangrijk vinden, aangezien zij wat minder erin steken? Nee, absoluut niet. Want het gaat niet zo om dat zij erin steken. Zij geven alle ruimte en effort om dingen te kunnen ontplooien. We hebben een prachtige bosselaar, waar ik straks ook nog wat over wil vertellen, tot onze beschikking gekregen. Ja, dat heeft vanuit de club wel een soort stimulans gegeven van doe je ding. En we houden je niet tegen, we kunnen je financieel, en dat wil ik ook niet onderhouden. Dus wat jij zegt van geef even 1,5 miljoen, ja, zo werkt het nou helemaal niet. Maar ze geven wel alle ruimte en even terugkomend op het teamplayers verhaal waar Ruud op doelde. We hebben teamplayers in huis gehaald om te kijken van hoe kunnen wij nu als maatschappelijke stichting ook nog eens afstralen op Sparta Rotterdam. Maar om even terug te komen, Ruud is geïnterviewd als iemand vanuit de pers. Maar we hebben allerlei stakeholders, noemen ze dat zo mooi. Dan kom ik weer met een term, Anton, voor jou. Ja. Allerlei partijen geïnterviewd die wat met de stichting te maken hebben of te maken kunnen krijgen. Gemeenten, sponsoren. En allemaal het licht laten schijnen op het feit van oké, hoe zien jullie nu en hoe hebben jullie een idee hoe je een stichting binnen een betaald voetbalorganisatie wil positioneren? En daar is Ruud onder andere voor geïnterviewd. Nou, het antwoord is heel helder en duidelijk. Die ziet absoluut meerwaarde. En gelukkig kan ik nu al vertellen, het onderzoek is nog niet afgerond, maar dat heel veel ook sponsoren bijvoorbeeld heel positief zijn om het idee wat jij in principe oppert, om dat te omarmen en te zeggen van oké, we moeten oppassen dat we niet gaan, noemen ze ook weer een mooi term, cannibaliseren. Dus we gaan niet eigenlijk onze sponsorgroep opeten, hè, dus dat Dave van der Meer straks bij mij aan de deur staat om te klagen. Maar we gaan kijken van oké, als je sponsor van Sparta wordt, kunnen we dan ook een bijdrage vragen voor het maatschappelijk. Ik ga het nooit verplicht. Toch nog een keer vragen, maar wie wil je nou helpen? Wie wil Sparta nou helpen? Dat is toch bepaald? Dus op wie wil je naar voren helpen? Ja. Jeugd of ouderen of de buurt? Of nee, wij willen eigenlijk gewoon gaan voor kansgelijkheid. Ja. Dat is het toverwoord, zeg maar. Daar kun je heel veel onder hangen. Kun je ook heel veel van afspreken. We kunnen niet heel de wereld redden, Anton. Past bij, Sparta komt uit Spangen, dat past bij waar we vandaan komen. Ja, je moet het zo zien. Wij hebben in de wijk hebben wij multiproblematieken, noemen we dat. Je moet je voorstellen dat als jij, ik noem het voorbeeld, de Graafschap pakt. Die hebben een werkgebied van 85 kilometer rondom Doetinchem heen. Hm. Waarom? Omdat zij ieder dorpje af moeten om een aantal, ja, laten we zeggen, mensen te vinden die hulp nodig hebben. Als wij met hagel schieten, bij mij bij de bosselaar voor de deur, dan heb ik 3 klassen vol. En dat is heel triest. Aan de andere kant is het ook wel, je kan wel gelijk grote impact maken. En als je ziet dat wij, ik noem maar een voorbeeld, 24.000 kindjes op die pleintjes laten sporten dagdagelijks. Dat wij 60 stewards hebben opgeleid. Dat wij groepen in de bosselaar hebben van 24 jongeren. Waarvan je eigenlijk weet van oké, als we ze loslaten, als we ze niet begeleiden, als we ze niet laten zien waar hun talenten liggen, ja, dan gaan ze de verkeerde kant op. En je kan ze niet alle 24 of alle 60 of alle 100 redden. Maar als wij ze enigszins kunnen laten zien van oké, er is iets van de toekomst te maken. Wij geven workshops, hè, diverse workshops, zijn 16 weken bij ons in huis. Bijna iedere dag een andere groep. En die geven wij gewoon de mogelijkheid om te leren van oké, hoe ga je nu met geld om? Wat is geldezelschap? Hè? Dus hoe gaan ze je bankrekening op een gegeven moment plunderen? Geldezelschap? Geldezelschap. Ken je die term? Ja. Dan zeg ik tegen jou, hier Anton, heb je 100 euro. Foute boel. Anton, hier heb je 100 euro, mag ik je bankrekening even gebruiken? Dus we doen eigenlijk wat goed bij, past bij waar we vandaan komen. Ja, de stad en Rotterdam-West. Ja, en de club maakt daar keuzes in. Want Frank zegt dan terecht, en dat is echt proficiat Excelsior. Dat doen ze goed, dat ze er 1,5 miljoen in steken. Maar dat zie je ook terug op de ranglijst. Sparta maakt een keuze. En daardoor staat Sparta in het linkerrijtje. En Excelsior misschien volgend jaar wel in de KKD. Weet je, het zijn natuurlijk 5 spelers, hè? 1,5 miljoen. Dus ik denk dat Marinus Dijkhuizen, als je diep in zijn hart kijkt, dat hij denkt, nou, van die 1,5 miljoen, had 1 miljoen aan mij gegeven, dan hadden we nu niet op degraderen gestaan. Maar nogmaals, ik weet niet, Frank, of zo zwart-wit als jij zegt, van dat Excelsior 1,5 miljoen in de foundation stopt. Want ik heb een beetje huiswerk gedaan. Natuurlijk. En dat is wel wat ik te horen krijg. Maar wacht even, dan heb je dus nu luisteraars en kijkers die denken, ja, 6 ton. Hè, dat is een hele goede aanvaller. Dat zijn twee spelers. Of 2 backs. Nou, eentje. En daarom willen we het ook gescheiden houden. Eén hele goede aanvaller. Nee, maar de clubs, ik vind het terecht dat de voetbalindustrie zijn verantwoordelijkheid neemt. En dan is het aan de club zelf om te kiezen in welke mate. Nou, Sparta kiest voor 6 ton op een begroting van 14 miljoen. Mm-hmm. Ja, en om niet actief te zijn op het hoogste niveau bij het damesvoetbal. Ja, en Excelsior maakt een andere keuze. En die moet je ook respecteren. En Excelsior heeft daar ook haar een soort van pijler van gemaakt van de club. Maar voordat er misverstanden ontstaan, Ruud, die 6 ton zijn niet van Sparta.
Nee, krijg je het niet van Sparta. Nee. Het staat helemaal los. En andersom, mocht Lauritsen verkocht worden voor bedrag X, ja, dan gaat er ook geen percentage van naar mij. Maar en dat kan ik ook nooit verantwoorden richting een bijvoorbeeld gemeentelijke subsidie. Een deel van het geld is ook gewoon fondsenpotjes. En die krijg je als BVO echt niet voor je voetbalelftal natuurlijk. Hè? Dus dat scheelt ook wel. Nee, dat kan ik ook gelijk even uitleggen. We hebben bestaan uit een klein gedeelte aan gemeentelijke subsidies. Dat hebben we in de afgelopen jaren ook weten af te bouwen. Hè. Dat noemen ze dan cofinanciering door zelf op zoek te gaan naar vervanging van de subsidies. Waarom? Omdat je, vind ik, heel kwetsbaar bent op het moment dat je afhankelijk bent van subsidies. Twee verkiezingen later en je bent al je geld kwijt, bij wijze van spreken. Daarbij hebben wij maatschappelijk partners die ons gewoon een warm hart toedragen. Dat zijn niet alleen de sponsoren van Sparta, maar met name ook maatschappelijk partners die het echt belangrijk vinden dat wij maatschappelijk wat kunnen betekenen. En dan heb je uiteindelijk nog een stukje, wat jij zegt, fondsenwerving. Jij zegt, we krijgen geen geld van Sparta, maar volgende week is er ook weer mannendiner. En dan sta ik weer met een microfoon in mijn hand, dan gaan we veilen. En de opbrengst is voor de betrokken Spartaan. Nee. Dit jaar niet. Dat is eens in de vijf jaar. Ja. En het jubileumjaar, zeg maar, dus 135 jaar was voor het was vorig jaar? Was vorig jaar. Hebben wij een mooi bedrag opgehaald van 3,5 ton ongeveer. Ja. Ik moet dat wel een beetje nuanceren, want er gaan nog genoeg kosten af. En dat krijgen we ook niet in één keer. Er zitten ook nog partnerpakketten bij die over vijf jaar afgelost worden, zullen we maar zeggen. En dit jaar is het voor het vrouwenelftal. Dus ik bedoel, er is ieder jaar en volgend jaar waarschijnlijk weer voor de jeugdafdeling. Dus ieder jaar wordt er wel iets georganiseerd. Alleen wij hebben het geluk dat wij in het lustrumjaar, zeg maar, altijd groots mogen uitpakken. Maar Ruud, jij kent de club heel goed. Is er ook een stroming binnen Sparta die dan denkt van dat geld moet op het veld? Nee. Nee, toch? Nee, precies. Hier staan we toch allemaal wel achter? Ja, tuurlijk. Ja, precies. Ja, want ik ben ook... Ja. Altijd hartstand gillen om te zeggen, joh, luister, wij krijgen dat niet van Sparta. Nee. Dus daar geef je wel hard. Op de uittribune niet, maar... nee, nou, ik kan me voorstellen dat je dit steeds moet blijven vertellen. Jongens, het is geen spelersgeld. Als ik bij een fonds aanklop en ik vraag hem een paar duizend euro... en hij zegt van, ja, maar je hebt net de spits verkocht, wat ik net wilde vertellen, voor 1,5 miljoen. Wat kom je doen? Ja. En dat is wel, dat vind ik altijd wel belangrijk om dat te nuanceren. Ik wil nog heel even een terugkoppeling maken naar de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Want ik vind niet dat we daar zomaar aan voorbij mogen gaan. Zo'n mooie 4-0 overwinning. Precies. En wat ik wel interessant in jouw verhaal vind. Jij zegt net, wij leiden ook stewards op. En ik was er heel vroeg afgelopen zaterdag. Om netjes opbouwen. Mr. Big Star, de Ruud, die was wat later natuurlijk. Vedette is komen te laat. Dus ik had al 3 broodjes ballen op toen ik binnenkwam. Ongeveer, ja. Maar dit keer wist je wel van tevoren dat je moest. Ja, dus we deden samen commentaar. En ik ging die camera even neerzetten. En daar is een grote kale man. Voor mij heet die Ruud, klopt dat? Ja, dat zou kunnen. Ja, ja? Die begeleidt de stewards. Ja, er zijn er meerdere hoor. Oké, maar hij begeleidde daar. Ja. En dat was echt een heel leuk... Jonge dame, hele leuke jonge dame. En die was zo aan het babbelen. En dan vraag ik me af, zou zij nou ook misschien wel uit een van jullie projecten komen? Het was een Marokkaanse achtergrond. Het was echt super, super leuk. Ja. En dacht ik, nou, als ik dat zo hoor, ik vond haar zo ontwapenend. Ja. Hoe ze daar aan het praten was met Ruud en met mij. Vond ik gewoon misschien dat die er ook wel vandaan komt. Je moet je voorstellen dat je benoemt het project rugdekking, zoals wij dat noemen. En rugdekking is eigenlijk bestaat al jaren. En je ziet nu dus ook dat de stewards die nu rondlopen, die eigenlijk de gevestigde orde, dat er ook heel veel inderdaad vanuit de betrokken Spartaan zijn doorgegroeid naar steward. Dan wel niet de opleiding hebben gevolgd tot beveiliger bijvoorbeeld. Hè? Ja, dat is voor mij deed zij dat. Ja, dus die krijgen dan een basiscertificaat steward. Dan kun je in heel Europa mag je steward zijn. Je ziet ook vaak dat ze uitwisselingen hebben met andere stadions als er te weinig stewards zijn. En ze kunnen dan uiteindelijk ook nog een kans maken, en daar moeten ze wel voor verder leren, om beveiliger te worden. Maar het is een hele grote kans dat degene die jullie gesproken hebben, dat die uit ons traject komt. Ja, nou, dat is zeer dankbaar werk. Ja, en dat snijdt het mes aan drie kanten, want de veiligheidscoördinator is er blij mee. Wij zijn er blij mee, omdat wij mensen weer een goede richting op kunnen duwen. En uiteindelijk de kandidaat die zal er ook niet slechter van worden. Dus vaak is wel een trigger, dat klinkt heel raar. Maar de trigger is vaak dat ze ook stage mogen lopen. Dus eigenlijk, ze beginnen met de opleiding van 12 weken. Dan mogen ze eigenlijk vanaf de eerste wedstrijd al stage lopen. Dan krijgen ze nog geen stewardshesjes aan en zo. Ze mogen ook nog niet ingrijpen als het nodig mocht zijn. Maar ze mogen dan een beetje proeven en ruiken in wat het vak inhoudt. En dan krijgen ze een hele kleine vergoeding voor. En vaak is de eerste duw in de goede richting is wel die vergoeding. Want dat vinden ze wel fijn. Ja, natuurlijk. Ja, het klinkt heel raar. Maar ik heb liever dat ze bij mij die paar tientjes ophalen dan dat ze ergens voor 1000 euro een cobra aan de voordeur knopen. Ja, precies. Ja, dat klinkt heel cru, maar dat is vaak wel de realiteit. Ja. Hoe zit het nou met de voetbaltak van de betrokken Spartaan? Ja. We gaan het straks over Fortuna hebben hoor mensen, maar deze pakken we nog even mee. Ja, wij noemen dat de MSV, de Maatschappelijke Sportvereniging.
Die is ooit ontstaan omdat er een commerciële voetbalschool was die zei van ja, maar wij hebben nog steeds allemaal talentjes die eigenlijk de contributie niet zelf kunnen voldoen. We hebben een vereniging nodig die dat voor ons kan gaan zorgen. En toen hebben wij gezegd van ja, oké, dat is prima dat jij dat allemaal wil, maar dan willen wij ook de minder getalenteerde voetballertjes bij jou onderbrengen. Hè? Eigenlijk onder die MSV, onder die maatschappelijke sportvereniging. Dus nu kunnen de talentjes, maar ook de niet-talentjes, zeg maar, die kunnen gebruik maken van het Fonds Jeugd Sport, waardoor ze de contributie vergoed krijgen. En wij hebben het bijkomend voordeel dat wij wat talentjes als eerste onder ogen krijgen. Hè? Dus de kinderen uit de wijk kunnen gaan sporten, die krijgen begeleiding, die voetballen op KNVB-niveau. Nou, dan hebben wij een prestatieve tak en een niet-prestatieve tak. En de prestatieve tak krijgt proeftrainingen, die krijgt ook extra training. En die voetballen ook echt op een niveau eredivisie waardig, zullen we maar zeggen, in de jeugd. En mochten ze daar uitvallen, dan komen ze in de niet-prestatieve tak, wat ook een heel hoog niveau is. Als ik het vergelijk met mijn zoontje, die ook bij een amateurvereniging voetbalt. Nou, die komen nog niet eens aan te pas. En dan krijgen ze dus uiteindelijk die contributie allemaal vergoed. Dit is allemaal nieuw te brengen. Nee, dit gaat allemaal op vredelust. Ja. Maar dan doe je toch het werk van de RV en AV eigenlijk? Dat weet ik niet. Waarom dit is daar wel een maatschappelijke. Dit is wel een maatschappelijke insteek natuurlijk. Want die talentjes uit de wijk, die kunnen niet naar Nieuw-Terbregge. Die gastjes van 8, 9, 10, 11. Die kunnen niet op de fietsje, tunneltje onderdoor en de snelweg langs. Was de thuiswedstrijd tegen Fortuna? Hey. Was dat de beste thuiswedstrijd van dit seizoen? Wel aan jouw glimmende hoofd te zien na afloop. Wat keek jij blij toen ik je Ik heb een hele leuke dag gehad. Dat was een hele leuke, hè? Ja. Nee, ik weet niet of het de beste was, dat weet ik niet. Nou, niet de beste, maar wel een hele gelukzalige, wel toch? Een hele fijne. Want ja. Was iedereen blij. En dat was nou, dat zeg je nou wel. Ben je een chagrijnig iemand tegengekomen? Nee. Alleen ik vond de sfeer tijdens de wedstrijd, het kookte niet. En dat is misschien wel een beetje Sparta eigen, maar het ging niet los. Je komt toch niet voor het koken? Heb je niet gezien dat iedereen aan het deinen was? Nou, de afloop. Toen de spelers het publiek gingen bedanken. Nee, ik heb het ook met mensen van Sparta over gehad. Heb ik vanaf de pers niet meegekregen. Nee, het is natuurlijk. Het was leuk, het was gezellig. Maar ik heb geen kolkend stadion gezien bij een 4-0 op Fortuna. En dan kan je zeggen, joh, dat hoeft ook helemaal niet. Prima. Maar ik vind dat wel jammer. Het heeft ook te maken met twee goals die heel laat vielen misschien. Toch? Ja, dat kan je ook zeggen, dan zou het juist. Ja, maar toen ging het te kolken, toch? Ja, wat is nou koken? Nou, koken is ik vind de lichten gaan uit. Die spelers komen in die hoek in. Dat is koken. Nee, dat is een afloop. Maar ik gewoon tijdens de wedstrijd, zoals het kan, spoken in de Kuip of in Enschede. Nou ja, ik wil het niet over die andere club hebben. Maar in de NOS-podcast werd de Kuip aangepakt. Want die waren aan het morren, omdat er terugspeelballen waren door Feyenoord zelf. Waarbij Slot naar het publiek ging gillen. Nee, maar je snapt wat ik bedoel, toch? Het over Kuip kan koken en het kasteel niet. Dat is nou eenmaal zo. En dat vond ik jammer, want ik vind wel namelijk... Gisteravond op de Gelredome, als dat vol zit, dat is ook wel hectisch, hoor. Ja. En dat hebben wij als stadion gewoon niet. En ik vind dat die spelers dat verdienden afgelopen zaterdag. Het was, in de eerste helft tijdens het verslag zei je, Ruud, ja, we zitten hier te kijken naar een goede wedstrijd. Plaats ik wel de kant. Nou, Ruud, goed in de eerste helft, dat viel mee. Maar dat was in de tweede helft... Stukken beter. Nee, maar weet je, ons stadion is net iets te klein, net iets te open. Ja, we hebben een beetje pech dat we onze... Net iets niet te intiem, maar dat maakt niet uit. Weet onze harde kern, die natuurlijk wel non-stop doorzingt, gewoon weggestopt zit in een hoek. Ja. Prachtig hoek, alleen ja, qua geluid helpt het niet mee. Nee. Eerlijk is eerlijk. Ja. Dus, maar dus, de discussie na afloop, de lichten gaan aan uit. En dan wordt de late zon in je hart gedraaid. En dan de een zegt, geweldig. Ik vind het ook leuk. Ik ook, maar een heleboel zeggen ook, ja, je zit echt niet op te wachten. Nee, maar wat willen die dan? Ja, weet ik niet. Maar niet laten zon in je hart. Nou, ze fantastisch. Dat onschuldige plezier is toch heerlijk. Ik vind het leuk, want als het vorige keer de engel bewaarde en nu laten zon in je hart. Maar je kunt niets vinden wat iedereen bindt. Dat sowieso. Nee. Dus dan, in godsnaam, kom niet uit bij een housedreun, maar kom dan hierbij uit. Ja. Ik vind, als je hier nog niet blij van wordt, ja, dan weet ik het ook niet meer. Nee, het is ik vond het leuk, hoor. Ik vond het ook leuk. Ik heb sowieso even op de muziek gelet, want we, zoals gezegd, ik zat er heel vroeg op de perstribune. En ik vond het, ik vond het prima. Ik vond het allemaal, ik heb het nog met jou over gehad. Het was lekker afwisselend. Ja, het was weinig. Sparta liedjes tussendoor. Ja, hoor. Dat is heel fijn. Ja, af en toe zo'n Rotterdamse plaatje, die ik niet kende, maar jij wel, Ruud. Ik weet niet meer welke het was. Ik vond wel dat Jack Kriek het op zijn heupen had. Dat viel me echt op. Was die ouderwets in vorm? Nou, hij was nogal vrij postig. Ja, hij zei zelfs een keer van Danny Buijs, niet meer zo vaak wisselen in één keer. Oké, rustig aan, Jack. Ja. Maar hij bleef een beetje bezig, hè? En afgelopen in de schicht was het gezellig, hè? In het spelers- of in het supportershome. Nou, het was hartstikke leuk. We waren met z'n drieën. Jij was nog met je vrouw erbij. Ja. Opeens stonden jullie er. Jij was al snel naar huis.
Ik ging met Ruud samen elkaar ook gaan zingen, maar ja, zo bedoel je. Nee, het was hartstikke leuk. Maar dat valt me op dat niemand jou een eikel vindt, Ruud. Nee, mooi hè? Ja. Ja, dat was wel raar. Dat eikeltikje op toetsenbord toch makkelijker dan dat je het blijkbaar uitspreekt. Je lezerspost. Ja, ja, maar dit keer niet over Ruud. Maar kijk, als je normaal op ITWM gaat en ook naar deze podcast, dan zal er wel weer staan. Dan heb je die pedante eikel weer. Maar nu niemand die naar je toe komt en zegt van joh, ik ben het eigenlijk helemaal niet met je eens wat, nee. wat je altijd zegt. Nee. Moet ik zeggen, ik ben gestopt met al die commentaren. Ja, jij tikt niet meer. Nee, je tikt niet meer. Ja. Nee, ik ben echt gestopt met het lezen ook van ITBM. En weet je, het is wat jij altijd roept, ook hier. Het is zo makkelijk. Ja. En er zal ook wel weer over de maatschappelijke tak heel veel te zeggen zijn. Dus grappig, want jij zegt... Nou, ik weet nu wat er gezegd gaat worden. Wat Ruud zegt, er gaat gezegd worden van jongens, dan winnen we 2 keer in een paar dagen. En dan gaat het hartstikke lang over iemand. Gaat er hartstikke lang over de maatschappelijke tak. Ja. Ja, nee. Dat is een terecht kritiek trouwens. Ja, maar, mag je best vinden. MVO's en geldezelschap zijn ook belangrijk. Is ook belangrijk. Toch? En wij maken de afspraak van tevoren. Want zelfs Sparta had 2 keer verloren. Dan is het heerlijk om juist niet over het voetbal te praten misschien wel. Dus, het grootste angstpunt is, Kitolano is weg. Lauritsen is weg. Daar moeten we eigenlijk echt over hebben, want dat is een hele serieuze kost, toch? Nou ja, ik heb het idee dat je Kitolano is wel op te vangen. Dat blijkt. Ja, Kitolano vangen we aan. Dat is toch de voetbalmachine die al jaren draait? Ja, maar dat is ook ons geld, hè? Ons geld, ons kapitaal. Ja, maar dit zijn de miljoenen waar we op wachten. Ze zijn nu allebei geblesseerd, misschien blijven ze wel. Ik hoorde een prominent iemand bij Sparta zeggen dat Olij misschien wel helemaal niet weggaat. Ja, Henk van Stee. Zei dat. Ja. Nou ja, ik wist niet of ik zijn naam mocht noemen. Dus nou, bij deze. Ik wist niet van wie ik het was. We vroegen het. Leg even uit, Ruud. Wij stonden voorafgaand aan de wedstrijd te praten met Henk. Ja, en Henk zegt, ik denk dat Olij blijft. Omdat in Nederland geen plek is voor hem om eerste keeper te worden. Mm-hmm. En dan moet hij tweede keeper worden. Maar Sparta wil 4 miljoen, maar dan gaat geen club in Nederland 4 miljoen voor een tweede keeper betalen. En in het buitenland is hij net even te klein. En dan gaan ze komen ze niet verder dan 1,5 miljoen. Nee, maar dan heb je dus misschien Kitolano en misschien Lauritsen en misschien Olij die niet verkocht gaan worden in de zomer. Maar waar baseer je op dat Lauritsen en Kitolano niet verkocht gaan worden? Nou, als ze geblesseerd zijn, dan gaat je waarde toch even omlaag. Je moet toch laten zien wat je waard bent? Ja, maar ik dat weet je toch wel. We hebben nog 6 wedstrijden te gaan. Nou, dan zijn we Verschuren kwijt. En misschien Saito, want die huren we. Ja. Maar je weet helemaal niet, hoe lang Lauritsen eruit ligt. Nee, behalve dan dat ik achter hem zat. En het er niet heel gunstig uitzag. Ja, is er inmiddels, het is nu 's ochtends, we hebben niks gehoord, toch? Verder? Nee. Dat komt omdat er van die zakken ijs op liggen. Het enige is dat hij niet naar het ziekenhuis is gegaan. En, maar ja, Rijsdijk heeft al gezegd dat hij zaterdag niet speelt. Nee. Nou. Ja, we gaan het zien. Ja, maar dan vind ik dat jij veel te kort... Dit is wat de ontwikkelingen die bij een voetbalbedrijf horen. Ja. En spelers komen en spelers gaan. Ja. Er is geen club in de wereld, misschien in de top... He, waar, want dan kan je niet verder dan Manchester City. Dat is helemaal het hoogste wat je kan bereiken. Maar bij clubs op het niveau Sparta, dat is gewoon allemaal duiven tillen, joh. Allemaal. Ja, absoluut, maar als je 3-4 spelers hebt die miljoenen waard zijn... en 2 daarvan die vallen opeens af. Ja, dan blijft het is voor de bedrijfsvoering, en daar ga je dan met jaarverslagen en alles... wel een zou het een tik kunnen zijn. Ja, en voor de supporters kan het inderdaad ook weer goed nieuws zijn uiteindelijk. Ja. Maar het is wel geweldig wat jij net zegt, dat Clement zo opstaat. Met Tinho ook. Ja. We hebben wat te kiezen. Leuk om naar te kijken. Als we dan nog nadenken over Kevin Strootman. En we halen Julian Baas van Excelsior. Ja, ja dat... Dan ziet het op het middenveld er niet slecht uit. Nee. Dat Gerard Nijkamp even aan de telefoon kort gisteren. Dan vroeg ik het ook over Baas. Hoe zit het? Hij zei, ja, ik ga natuurlijk niet aangeven of we wel of niet met iemand in gesprek zijn. Dat heeft Baas zelf wel gedaan gisteren naar Excelsior PSV, hoor. Dus, Okay. Dus, maar hij zei, nou, het zou wel heel raar zijn als een club als Sparta niet geïnteresseerd is in een Nederlands jeugdinternational met een aflopend contract. Nou, Baas heeft 3 familieleden op de tribune, toch? Met een seizoenskaart, toch? Ja. Dus, dat zei hij ook gisteren in de interview. Dus de druk van de familie zal hoog zijn. Nou ja, ik denk dat ze die jongen best wel vrij laten. Is de goede speler? Hij zei letterlijk, ik wil het plan weten, ik ga niet naar een club waar ik niet speel. Nee, nou, dat lijkt me ook beter hier blijven. Een terechte uitspraak. Het is alleen het risico als hij op Woudestein blijft, dat hij volgend jaar op vrijdagavond speelt. Nee, maar hij gaat niet meer. Natuurlijk gaat hij weg. Als je een aflopend contract hebt. Nou, en als Excelsior hem een goede aanbieding doet? Nee, maar dan Excelsior kan niet betalen wat andere clubs betalen. Want niet alleen Sparta is geïnteresseerd in hem. Hè? Maar Excelsior kan wel een basisplaats beloven. Dan kunnen andere clubs weer niet. Ja, wat is beloven? Nou, dat je je kan ontwikkelen. Ja, maar hij zou toch bij Sparta denk ik ook een basisplaats krijgen. Nou ja, dat weet ik niet. Als Verschuren weggaat. Ja, en wij hebben dan, we noemen net het hele rijtje. Ja, nou, Metinho is gehuurd. Metinho is gehuurd. Guzman. Ja, basisplaats op het middenveld bij Sparta, die heb je niet zomaar. Nee, maar Baas is ook niet zomaar een speler. Het is echt een goede speler. Ja.
Ja, maar geen, niet. Nee, het is geen. Het is geen Messi, dat weet ik ook wel. Het is niet de categorie Messi, dat hij een basisplaats mag gaan eisen bij de contractonderhandeling, toch? Dus het is interessant voor hem, maar ook best wel lastig, moeilijk. Wat kies je? Kies je voor de centen of kies je voor de speeltijd? Nijkamp werkt hard, want er was een hele leuke foto op X. Voormalig Twitter, waarbij je hem in de rij ziet staan voor de kassa van Jong PSV. Dat is heel grappig. Tegen Roda. En dan gaan waarom? Jullie, we weten en, niet waarom. En dan gaan jullie aan mij vragen, wie, voor wie denk je? Ik zou, denk jij überhaupt dat ik één speler van Roda kan noemen? Ja, nou ja, kijk, ze hebben daar... Didden is een hele interessante centrale verdediger. Olcik doet het goed. Maar nee, natuurlijk gaat hij dat niet zeggen voor wie die daar was. Nee, want hij reist pas als er in de data is gebleken dat iets interessant is, toch? Dat is de strategie nu. Hij gaat niet meer op de Bonnefoy. Dus als hij ergens heen gaat, dan is er wel degelijk iemand in het vizier. Ik denk, zijn aanname, dat hij best nog wel eens wedstrijdjes op de Bonnefoy bezoekt. Nou ja, en het is leuk. Even tweede paasdag, even weg bij de familie. Heb je altijd bij de familie gezeten? Als je dan even naar Eindhoven kan rijden, dan ben je ook even, even eruit. Het zegt alles over jouw familie dan blijkbaar. Want ik, nee, ze luisteren toch niet. Maar ik snap Gerard wel. Nou, over familie gesproken. Ik ging gisteren naar Arnhem. En toen zijn mijn familie, spelen ze nou alweer? Want het was echt heel kort op de vorige. Ja, maar wen er maar aan als je volgend jaar Europees speelt. Ja, nou, krijg nou ja. Ja, ik belde mijn zoon van heel in de rust. Van joh, Sparta 3, is het voor de competitie dan? Ja, het is, ja, volgend jaar speel je niet meer in de competitie tegen Vitesse namelijk. Dus, nee, nee, dat... Laatste keer dat we in Arnhem zijn geweest. Of voor de beker. Ik heb nog even leuke post gekregen. Wat zit er in die gleuf? Tijd voor de post. Er waren denk ik zo'n 20, 30 aanmeldingen voor die business seats kaarten. Ja. Hartstikke leuk. We hebben uiteindelijk gekozen voor Rick van der Meer. We hebben hem nog ontmoet. We hebben hem ontmoet. Hij kwam ons even bedanken in de rust. Was namelijk met zijn ouders daar naartoe gegaan. Zijn ouders zijn niet zo goed meer ter been en die kunnen die trappen niet meer op. En op de hoofdtribune heb je natuurlijk een lift waar je wel een paar minuutjes op moet wachten, want die is nogal druk namelijk op wedstrijddagen. Maar ze hebben een hele leuke avond gehad. Oh, ik heb nog een mailtje, zal ik even voorlezen van hem. In de rust zei hij, oh, wat een KUT-wedstrijd is dit, hè? Okay. Ik zei, joh, wees nou dankbaar met je prijs, Rick. Hoe oud was Rick? Ja. Hoe oud was Rick? Nou, 30 of zo. Oh, oké. Okay, ja, 30. Ja. Goedenavond, Frank/Sparta-podcast. Via deze weg wil ik jullie nogmaals hartstikke bedanken voor de kaart van afgelopen zaterdag. We hebben een fantastische avond beleefd met z'n drietjes en papa nog één keer van het Sparta-gevoel laten proeven. De uitslag viel ook nog lekker hoog uit, wel een beetje geflatteerd. We hadden het niet beter kunnen treffen. Top geregeld, mannen. Met vriendelijke groet, Rick van der Meer. Nou, is goed terechtgekomen. Mooi, want dit soort verzoeken komen eigenlijk bij hem terecht, hè? Ja. Hoeveel krijgen we er nou per week? Ik denk dat ik er zo tussen de 10 en 15 krijg per week. Oké. Doen jullie ook dingetjes met de Stichting Ambulancewens? Ja, heel veel. Ja, dat is mooi, hè? En wij geven eigenlijk ook altijd groen licht. He, het is bij ons gelukkig, het succes heeft ook een keerzijde. En dat is dat er heel weinig plekken te vergeven zijn. We hebben, weet ik veel, 9000 seizoenkaarten. Kijk Ruud even aan. Ja, en dan moeten nog heel veel verplichtingen af van de vriendenloterij en consorten. Nou, daar hou je dus eigenlijk heel weinig over voor de vrije verkoop. En Sparta heeft wel de policy door te zeggen van, kijk, personeel of stichting of wat dan ook, die krijgt niet bijvoorbeeld een voorkeur om die kaarten te kunnen kopen. Want dat zou niet eerlijk zijn. Ik heb 4 maatschappelijke stoelen. En ik heb nog 2 privéstoelen, zeg maar, vanuit mijn functie, die ik dan maatschappelijk inzet. En Stichting Ambulancewens krijgt voor ons wel altijd een soort voorrang. Omdat wij zeggen van we hadden bijvoorbeeld van de zomer, dat hebben jullie denk ik ook meegemaakt, een man die haalde de eerste competitiewedstrijd niet meer. Dus die hebben we toen met de open dag hebben we die op het platform gezet. En wat ik dan zo geweldig vind van onze spelersgroep, en dat kan gerust zeggen, want ze zijn er bijna allemaal, die zijn heel erg maatschappelijk betrokken. Want ik had niets afgesproken met een De Guzman of met een Nicolai. Maar die gingen wel het terras op om die man even een shirt te geven, een knuffel te geven en sterkte te wensen. Ja, dan denk ik van, dat is ook Sparta. Ja. Ja, maar dacht je van Thijs Veldhuis? Thijs met Mats. Dat zijn dikke vrienden geworden. Dat is echt. Mats was er gisteren ook. Hè. Gisteren was het Bart met Mats. Want Mats mocht het veld mee op met Bart. Ja. Vriends. En na afloop was het mooi. Toen zag ik dat Bart Mats toevallig tegenkwam. Die stond weer aan de rand van het veld. En Bart heeft hem, ik denk een minuut over zijn rug staan aaien. Dat was heel erg lief. Ja. Dus dat zit wel goed. En dan moet je nu onderschatten dat Mats ook iedereen kent. Hè. Je hoeft maar 3 klanken te horen van de stem en dan weet wie het is. Luister altijd naar jullie. Dus volgt hij zijn wedstrijden door. Vroeger was het zo dat zijn ouders altijd influisterden wat er gebeurde. En zat hij ook op de tribune. En tegenwoordig heeft hij een mooie koptelefoon, net zoals Frank op. En luistert de wedstrijden via jullie. Maar je krijgt dus 15 verzoeken voor iets bijzonders. Ja, de ene dag wat meer is de ander. Dat kan gaan. Ik heb het ook wel eens gehad dat ik een tekening had gekregen voor Bart Vriends. Omdat hij jarig was van een jongetje. Nou, dan laat ik Bart even met die tekening op de foto gaan. Ik stuur die foto naar de jongen terug. Dat zijn hele kleine initiatieven. Tot aan een Mats. Mats was ook toevallig een ingezonden brief van zijn vader.
En die zei van, ik weet dat het onmogelijk is, heel nederig, ik weet dat het onmogelijk is, maar als er een mogelijkheid is dat hij een keer stadionspeaker kan zijn. En als het zo moet zijn, de vriendenloterij kwam bij ons in de lucht van, kun je niet een leuke voetbalgeeft-video voor mij gaan maken? Alle eredivisieclubs krijgen de mogelijkheid om één keer per seizoen zo'n video te maken. Ja, dat was natuurlijk, hebben we alle toeters en bellen uit de kast getrokken om dit mogelijk te kunnen maken. Mooi, als je kijkt naar Feyenoord, ik ben daar wel eens geweest, hoe heet die, Ton Stroband, de grote baas daar. Die had het over honderden verzoeken per week. Ja. Wij zijn echt vele malen kleiner dan toch. Hè? Ja, en dan moet ik ook zeggen dat ik niet alles kan honoreren. Hè? Nee. Misschien krijg ik wel 5 verzoeken van gesigneerde shirts, of we die even op willen sturen voor de businessclub van Lisse. Ja, ik hou het wel een beetje in de buurt. Ja. En nou, Ruud Ammerlaan is ook wel een goed voorbeeld, denk ik. Die is gaan lopen naar RKC. Daar hebben we wel aan meegewerkt. Om te zorgen dat hij die shirt kreeg. En wat kaarten op de hoofdtribune. Ja, wat gebeurt er als je je as wil laten uitstrooien op het kasteel? Heb je plannen? Nee, nog niet. Maar dat hoorde ik dus bij Feyenoord. Dat is daar echt een geregeld verzoek. Maar die hebben een eigen begraafplaats, hè? Ja. Ja, echt? Ja, ja, op de Zuiderbegraafplaats. Ja, precies. Een vak, eigen vak. Ja. Maar ik denk ook niet dat ze op het mooie grasje van Kuip uitgestrooid mogen worden. Nou ja, dat doen mensen stiekem. Dan boeken ze een rondleiding en dan lopen ze langs het veld en laten ze zo dat as. Ja, misschien gebeurt dat bij ons ook. We hadden laatst een rondleiding van een groep jongeren vanaf een school. En er had eentje, die had overal Feyenoord-stickers opgeplakt. En die zijn ik vind het altijd niet meer leuk hoor, dat vindt hij heel erg. Ja, serieus. Tot in de persruimte toe. Ja. En toen kwam er iemand van mijn team achter en die is met zijn krabbetje is die goed zo. Al die plekken afgegaan waar die jongens geweest. Een kleine tip, hè. Als Sparta ooit nog Europees gaat spelen of echt succesvol gaat worden, ook in de Eredivisie, moet je even oppassen voor verzoeken van blinde mensen namelijk. Ik was bij Celtic, Feyenoord was ik. En er kwam een jongen aangelopen met een stok. En die ging door de security heen. Zo, stok ingeklapt en wegrennen. Het is heel cru, maar het gebeurt wel hoor. Ja, het gebeurt ook dat ik verzoeken krijg van iemand van, ja, mijn zoontje is ziek, kun je een shirt opsturen of zo. En als ik dan een vervolgvraag stel, doe ik altijd eventjes, van hoe heet je zoontje, hoe oud is die, wat heeft hij precies, hoor nooit meer wat. En dan denk ik, ja, krijg je het voor elkaar. Hoe slecht kunnen ook mensen zijn? Ja. Het is zoals het werkt. De Spartaan van de Week. Nou, de keuze is reuze in dit geval. Echt, hè? Ja, ik kan iedereen kiezen. Echt, hè? Nou, ik zou graag Lauritsen willen doen. Ik hoop dat het goed met hem gaat. Hij was heel erg goed, vond ik. En ik vond het heel vervelend dat hij uitviel. Was hij beter tegen Vitesse of beter tegen Fortuna? Ik vond hem tegen Vitesse heel erg goed. Hij is zo balvast, maar dat komt ook omdat voor onze neus zijn vervanger dat helemaal niet was. Waardoor het opeens heel erg opviel wat hij kan. En dat is echt heel goed. Die hele voorhoede, die is zo op hem gebouwd. Dus het is echt een slok op een borrel. Het veranderde echt. Dus beterschap. Ik hoop echt dat we hem snel weer zien. Ruud? Ja, weet je, 2 wedstrijden gespeeld zonder Kitolano. En we winnen gewoon 2 keer dik, Pelle Clement. Mooie goal, mooie beloning. Ja. De Spartaan van de Week. Nee. Dat was een leuke goal, was dat, zeg. Ja, hè? Ja. Zaalvoetbal. Zijn juichen was ook heel mooi. Ja, dat was leuk. Zeker. Op Instagram zag ik een filmpje van oud-Spartaan Michiel Kramer. Die was de goal van Clement nog een keertje aan het terugkijken. Oh, wat een speler. Oh, wat een speler. En Clement erin taggen. Zijn maatjes van elkaar. Als jij Clement noemt, dan zeg ik Moutinho. Ik vond hem zeker tegen Fortuna ook heel goed. Neemt wel veel risico. Ik vraag me ook af hoe goed deze jongen nou echt gaat worden. Hij is een Braziliaan, hè? Blijven voetballen. Ja, die blijven voetballen. Gaat niet de tribune in, hoor. Nee. Dus nee, dat we... Maar wat bij Moutinho opvalt, is dat hij die ruimte steeds heel goed ziet. Hij ziet het goed, ja. Ja, er zit echt rust in dat spel van hem. En dan heb je het over Brazilianen. We hebben er 23 weken op moeten wachten. Ja, precies. Het is het waard geweest. Nou ja, Nijkamp heeft altijd gezegd, hè. Het is het waard. Maar Marília, een andere Braziliaan waar we vaak aan terugdenken, die had die rust dus helemaal niet. Daar denk ik nooit aan terug, hoor, Marília. Zou iets moeten doen. Nee. Wie heb jij? Geen speler, hè? Nee, ik heb sowieso geen speler. Ik wilde eigenlijk even inhakend op jouw beterschapwens. Want ik heb 2 mensen die mij naar aan het hart gaan, zeg maar. En waarvan er eentje ernstig ziek is en de ander al heel lang in de lappenmand zit. En dat is Harry Woorman. Dat is onze Harry van Harry en Kees. Onze 2 facilitaire medewerkers.
Harry is inmiddels 91 jaar. Zo. En wat deed Harry? Harry deed de facilitaire dienst ondersteunen. Ja. Harry was altijd een grote man, schipper geweest. Als hij je hand gaf, dan had je 3 middenvoetsbeentjes gebroken. Weet je. Middenhandsbeentjes. Ja. Nee, maar hij kneep zo hard. Ja, hij kneep zo hard dat je voet... middenvoetsbeentjes. Ja. Het schoot helemaal naar beneden. Ja. Nee, maar die ligt in het ziekenhuis en het gaat niet zo best met hem. Okay. En ik heb ook Jacqueline de Bruin, zus van Art. Beide altijd aanwezig in de fanshop. Die is er al maanden uit en ik weet hoe erg ze dat vindt, omdat zij zo graag in die fanshop is. En helpt ons met de stichting ook altijd aan leuke pakketjes voor kinderen of anderzijds. Dus die wilde ik even beterschap wensen vanaf deze plaats. En ik heb er lang over nagedacht, maar ik wil heel graag de horeca van Sparta in zijn algemeenheid een compliment geven. Waarom? Ja, waarom? Omdat jullie 2 jaar lang hebben zitten zeuren. Nou ja, dat het niet goed was. Terecht, maar de frikandellen schijnen nog steeds uit het assortiment te zijn. Ik werd er in het supportershome ook weer op aangesproken door een andere liefhebber, een vriend van jou, volgens mij de Chris. Ja. Dus. Maar ik denk toch dat als we nu kijken naar hoe de counters nu ingericht zijn en als ik voor mezelf de counters, de toonbank, hè? Ja, voor mensen die denken we spelen weer op de counter, maar. Nee. Maar ook hoe wij altijd als wij evenementen hebben, maatschappelijke lunch of als we gasten te gast hebben inderdaad, hoe dat allemaal gefaciliteerd is, dan vind ik dat echt een compliment waard. En dan wil ik Tessa Alberts ook voor complimenteren. Nou, we hebben die kritiek graag geleverd. We hebben ze omhoog gestuurd. Ja. Tegen in ieder geval op Sparta heb je wel het idee dat iets gebeurt als je het opschudt. Soms vinden ze kritiek niet leuk. Nee, niemand vindt kritiek leuk. Nee. Gaat wel eens hard. Met die horeca was, ja, dat was eerlijk gezegd ook een beetje om te huilen. Maar goed, dat was een erfenis voor haar, toch? Zij was er nog niet. Ja, dat is een beetje hetzelfde wat op andere afdelingen is gebeurd. Hè? Er is wat nieuw elan gekomen. En dan heb je ook gelijk. Die mammoet tanken niet in één keer omgedraaid. En misschien zeg je terecht, hè? Je moet even wat opschudden. Maar het is altijd nog een mammoet tanken die al jaren vaart. En die een keertje een omslagje moet hebben maken. Hebben jullie die mail ook gekregen van Sparta? Sparta was 136 jaar. Gefeliciteerd allemaal. Ja, gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Geweldig natuurlijk. Maar dan had Sparta een lijst gestuurd met punten. Ja. Hoe gaat het nou eigenlijk met onszelf? Dat was een hele grappige lijst. Maar het klopt allemaal. Hè? We staan er goed op. We staan er goed op. We hebben geld. Ga je maandag naar het Oersparta naar diner? Ja, en ik weet dat er heel veel aversie tegen is. Omdat ik te jong ben. Te jong bent. Ik heb nog niet. Hoe oud ben je? Ik ben 50. Maar dan ben je toch niet te jong? Oh, dan ja, maar eigenlijk in Sparta begrippen wel. Hè? Want... ik mag de fetus nog niet vastmaken van de mensen die daar komen. Laat ik dat voorstellen. Dan word je ontgroend. Moet je een liter advocaat drinken of zo? Nee, ik kom er nu al een paar jaar, omdat ik een keer gevraagd ben toen er wat ruimte was. En ik vond het heel leuk, omdat ik, wil ik toch even zeggen, ik vind het superleuk om onder andere met jouw vader te praten, om met Piet de Vries te praten. En met Piet de Vries kom je er wel aan het woord? Ja, mijn vader. Ja, zeker, zeker. Maar ik zoek ook altijd even die legends op in de businessruimte, om even te kletsen. Met Piet maak ik altijd een voorspellingtje. En ik ben ook bij Piet thuis geweest. En hij heeft alles, maar dan ook alles van zolder getrokken om mij wegwijs te maken in hoe het vroeger allemaal ging. Inclusief zijn haasje van zijn interland tot aan alle mopperingen uiteindelijk daarna. En ik vind het nog steeds verschrikkelijk interessant. Daarom kom ik ook heel graag bij het Oerspartanen-diner, omdat ik daar ook die verhalen hoor die ik niet ken. Ik ken de jongenstribune niet. Toen was ik er nog niet. Dus ik vind het een eer om daar te zijn en ik kom er altijd graag. Ja, jij gaat wel? Nee, ik ga niet. Nee, ik ben dinsdagavond, woensdagavond, donderdagavond en vrijdagavond op pad. Ook voor werk, dus ik sla een keertje over om ook nog eens mijn kinderen en mijn vrouw te zien. Toch wel. Het is een ridderzaal, of waar is het? Het is in de brasserie. Maar de week daarna, de 15e, is dan het rood-wit man en vrouw diner. En dan zijn we er wel. Dan zijn we er ook weer. En dan heb ik ook nog wat jubilea om te vieren. Ja. onze hoofdsponsor DNS bestaat ook 40 jaar, dus daar hebben we ook een recept. En de Goudse honden? Gisteren was de 100ste verjaardag van de Goudse. Ja. Had ik graag, ik was uitgenodigd. Jij ja, ik ook. Ja. Maar ja, ik heb me netjes afgemeld. Ik ook. Vitesse Sparta gaat dan toch even voor. Maar wel even een felicitatie op zijn plek voor de hoofdsponsor natuurlijk. Dat was een goede delegatie van Sparta. Uiteindelijk nog achtergebleven bij de Goudse om niet naar de wedstrijd te gaan. Dat vind ik ook heel netjes. Ja, want de bestuurlijke afvaardiging was niet zo groot in Arnhem gisteren. Nee. Ook niet van Vitesse zelf trouwens. Nee. Dat Karel Albers zag ik. Ja, die kon weer even zijn neus laten zien. Die denkt net voor het sterven. Ik kom even aan het sterfbed staan. Mooi. Ruud belde vlak voor die wedstrijd begon. En toen draaide ik me om en stond hij op een soort bordes. Waardoor het net leek of Ruud de nieuwe eigenaar van Vitesse is. En je zag ook mensen zo omkijken van, hè? Met jouw salaris als hoofdredacteur nu, Ruud, moet het makkelijk te doen zijn natuurlijk. Ik ga Vitesse redden. Over een paar maanden is het niet veel waard. Ik zat op een plek, je had daar een soort van ruimte waar ook bestuur zat. En dan ging je een deur naar buiten en dan zat je in een soort van sponsorboxjes. Ja. En dan zat ik met mijn vader en mijn moeder en mijn schoonvader. Ja, dat was ideaal. 2 stappen, we zaten weer bij de bar. Maar zullen mensen gedacht hebben dat jij de redder bent van Vitesse in nood? Ik denk het wel. Maar bij de hoofd
hoofdingang. Dan hangt het mooie wapen van Vitesse, dat is wel heel oud. Maar daaronder zijn een paar ramen stuk en die zijn gewoon afgeplakt. Oh. Met van dat bison tape. Nou, ze hebben natuurlijk net de snollebolletjes gehaald daar in het Gelredoom. Ja. Dus dat is ingegooid. Het enige wat nog blonk aan de gevel van de Gelredoom was Marco Borsato. Ja. 25 uitverkochte concerten. Oh, 80.000 bezoekers. Ja. Dat is ook een mooi signaal. Ja. Wanneer? Dus dat was zo'n herinneringsplakketten aan wat ooit was. Gaat het nooit meer lukken, hoor. Shows voor alle leeftijden, zeg ik. Ja. Hey, je hebt helemaal geen briefje bij je. Nee. Dus, nee, dus je hebt alles gezegd wat je wilde zeggen. Ik loop op het tandvlees en ik heb mijn boek ingeleverd gisteren. Dus het was een heftige week. Nee, maar als er geen briefje is, dan is Anton tevreden. Ja, dat blijkt. Het gaat toch hartstikke goed. Ja, natuurlijk gaat het goed. Alleen het gaat natuurlijk niet ineens weer veel beter dan 2 weken geleden. Iemand op de tribune zei, ze vinden de week van de waarheid. Nou, volgens mij hebben wij dat geroepen. Nou. Nee. Jeroen Rijsdijk zei, die laatste 8 wedstrijden, dat zien we als 1 blok. Nou, er zitten best wel wat wedstrijden in met mogelijkheden. Nou, Sparta is fantastisch begonnen. Ja. Heracles thuis mag ook, geen probleem zijn. Laat ik zo zeggen, moet ook te doen zijn. Gaan we daar lekker naartoe. Of wil jij nog wat zeggen over de betrokken Spartanen? Nee, wij zijn hard aan het werken om het verder uit te breiden. En uiteindelijk is het doel 1 club, 1 verhaal. En hopelijk kunnen we op die manier integreren in de betaald voetbalorganisatie. Dat we met z'n allen een mooie boodschap naar buiten uit kunnen stralen. Maar er is nog 1 ding over de betrokken Spartaan. Dus toen Sparta weer echt gras kreeg, toen zeiden we, het loopt leeg hier. En het wordt weer winderig en stil. De Bosselaar bedoel je. Maar je bent aan het bouwen, toch? Wat gebeurt daar nou? Ik moet je eerlijk vertellen dat ik een van de weinigen was. Ik ben een voetballiefhebber, dus ik hou van gras. En iedere dag als ik in het stadion loop, ik geniet ervan. En ik zie hoe die grasmeesters ermee aan het knutselen zijn, iedere dag weer. Maar voor de betrokken Spartaan viel er natuurlijk wel iets weg. Buiten het feit dat wij de spelers, dat wij jong Sparta, dat wij onder 17, onder 18, dat we die allemaal niet meer zagen trainen en spelen. Konden wij ook geen maatschappelijke activiteiten meer op het veld regelen, zeg maar. Dus we hebben ook een voetbalinclusief dag gehad, waarin allerlei soorten van gehandicapte sporten, blinde voetbal, frame voetbal, op 1 dag in het kasteel waren met iets van 800 of 900 toeschouwers die speciaal voor die zondag daar naartoe kwamen. Scholen nodigen we uit, konden we allerlei activiteiten mee op het veld doen. Dus toen uiteindelijk het kunstgras eruit ging, waren voor ons de middelen wel een beetje beperkt. Dus nu maken we heel veel gebruik van die kruifkoortjes natuurlijk ook naast het stadion. Maar we hebben er bewust voor gekozen om wel ook in het stadion zeg maar te huisvesten. Hè. Die mogelijkheid was er, omdat de jeugdopleiding uiteindelijk naar Te Bregge gaat. Kwam die jeugdhonk kwam vrij, de Bosselaar. En zo hebben we dat geregeld met Manfred. Ik heb tegen Manfred gezegd, ik wil er heel graag een leercentrum voor maken. En het leercentrum gaat 21 mei op de schop. Dus wij gaan daar allerlei verbouwingen aan toepassen, dat wij er een mooi educatief centrum van kunnen maken. We gaan het ook het Tinus Bosselaar Leercentrum laten heten, omdat wij ook vinden dat Tinus in ere gehouden moet worden, uiteraard. En dat Loes, heb ik gevraagd of zij het komt openen als het zover is. Zijn vrouw. Dus uiteindelijk gaan wij daar wel reuring aan geven. En wordt het geen spookkasteel waar iedereen zo bang voor was. En ook dan weer complimenten voor de horeca. Want die zijn ook steeds meer bezig om evenementen te organiseren op het moment dat er geen voetbal is. En wie moet er daar dan gaan leren? Voor wie bouw je dat dan? Voor onze projecten, dus basisscholen onder andere. De projecten die ik genoemd heb, het MDT, maatschappelijk diensttijdtraject, waarin jongeren die kansen krijgen die ik hier eerder noemde, door ze workshops te geven, solliciteren, weerbaarheid enzovoort. En die kunnen allemaal straks in het leercentrum plaatsnemen. Het gebeurt nu al, alleen nu is die look en feel nog heel erg jeugdopleiding. En dat gaat straks veranderen. Dus ik wil ook bij deze afspreken, als jullie in de gelegenheid zijn straks bij een opening, kom de podcast daar doen. Kijk. Nou, dat is een uitnodiging. Leuk, hoor. Ja, dan moeten we nog even over die WhatsApp-groep hebben van hem. Oh ja, en dan heb ik ook wel een klein dingetje. Wat doen we eerst? Doen we eerst mijn of is dat van jou? Je weet het wat ik kan verwachten. Doe jij eerst maar. Oh, oké. Nou ja, ik heb het beleidsplan dus uitstekend doorgenomen, denk ik. Uitvoerig moet ik zeggen. Niet uitstekend, uitvoerig. Daarin staat dat Nathan Rutjes, die was ambassadeur, maar die moet influencer gaan worden. Of jullie zijn op zoek naar een influencer. Heb je hem al gevonden? De influencer voor de betrokken Spartaan. Want misschien dat het iets voor jou is, Anton. Nou, je laatst had je Sander de Kramer ingehuurd, hè, zag ik. Ja, we maken gebruik inderdaad. Nathan is natuurlijk heel maatschappelijk. Was maatschappelijk speler bij Roda. En die hebben wij zonder enige moeite binnen kunnen hengelen als zijnde maatschappelijk ambassadeur. Alleen Nathan is verschrikkelijk druk. Jo. En wij deden heel vaak natuurlijk dingetjes opnemen. En dat deden we dan op een dagdeel, dat hij in ieder geval maar een dagdeel kwijt was. En dan konden we dan weer een paar weken tegenaan. Nou, Sander de Kramer kennen wij via de banenmarkten.
En die is ook heel erg maatschappelijk betrokken. Hè. Die doet wat bij Excelsior, die doet wat bij Feyenoord en die doet nu ook wat bij ons. Ja, zie te lachen. Je hoort wat je nu zegt. Hè? Ja, ja, maar ik wijs ook naar jou. Ja. Sander is een geweldige vent, maar Nathan is natuurlijk wel veel meer Spartaan dan Sander is. Nee, dat klopt. Sander, Sander noemt zichzelf de Labrador. Ja, precies. En ik werk heel prettig met hem samen. Prima, toch? Ja, prima. Ik werk heel prettig met hem samen. Maar als je denkt in een boegbeeld voor de betrokken Spartaan, denk je natuurlijk niet meteen aan Sander. Nee, maar dat is wel lastig om iemand te vinden, want dan krijgen we een soort generatiekloofje tussen mij en mijn team. Mijn team is jong, oudste is 25, de andere zijn 23. En dan gaan zij allemaal naar figuren van uit de Touzani-clan. Ja, Slot daar. Frank, hoe heet die? Slot. Ja, Frank van Slot. Ja, van Slot. Nee, natuurlijk, die kennen we ook. Maar dan ga je allemaal naar dat soort figuren toe. Terwijl ik zeg, van ja, ik zie Nathan Rutjes als een betrouwbaar persoon die naar buiten toe uitstraalt. Alleen die jeugd, ja, interesseert ze niet, bij wijze van... Nee, maar dat doe je toch voor de oude generatie Nathan Rutjes en de jonge generatie Lavetzi-Rutjes? Dat zou kunnen. Gewoon nog even een gratis ideetje hier, hoor. Ja. Ja? Ja. Zo'n factuur sturen misschien. Nou, dat hoeft niet direct. Maatschappelijk geld er aan toe. Ja, precies. Ja. Maar WhatsApp-groepje? Ja, dat moet wel een beetje uitgelegd worden. Toen ik net begon, ik zei al, hebben we eigenlijk heel veel ingezet op het feit van er moet naamsbekendheid, er moet een smoel voor die stichting komen enzovoort. We hadden het Rood-Wit Mannendiner gehad. En daar hebben allemaal, ieder die een partnerpakket kocht, die kreeg een mooi beeld erbij. Afgelopen keer was het een heel mooi kasteel. Toen was het de Sparta voetballer, zeg maar, in het brons gegoten. Maar die 19 dingen moesten wel uitgereikt worden. Ja. En daar waren we foto's van gemaakt met partners, met maatschappelijke partners. Maar het stond iedere keer, ik met mijn penen naar hun gezichten natuurlijk op. Dus die foto's gingen door zo'n WhatsApp-groep heen. De grote marineshow, door heel commercie enzovoort. Alle medewerkers van Sparta zitten in een WhatsApp-groep, de grote marineshow. Als hij een foto van mij zag, of een krantenknipsel, of een interview, dan werd dat in die WhatsApp-groep gegooid. En als je dat nu na 6 jaar een beetje doorscrollt, ja, het is ook echt belachelijk hoe vaak. Dus dit gaat er ook in komen? Dit gaat er sowieso in komen. Terecht. Maar is dit nou een serieuze nood? Nee, dat is gewoon grappig. Ook op de kantoor van Sparta worden wel eens lol gemaakt. Nou, heel goed. Nee, dat weet je toch. Iedere vrijdag is er een quizje, toch? En de verliezer die moet met een strikje lopen. Een strikje omlopen. Of, wij doen daar dan niet aan mee. Wij hebben onze eigen maatschappelijke lol. Maar nee, dat is het enige nadeel. Ook nu dat we wel wat gescheiden zitten van het kantoor. Maar goed, onze 4 uur borrels zijn ook wel berucht en beroemd. Dus, iedere vrijdag? Of, bijna iedere vrijdag. Oh, gezellig. Nou, dan weten we waar we naartoe moeten. De glazen bol. Eerst even tegen Fortuna. Niemand had de uitslag goed. Je zat wel in de buurt, Anton. Je had 3-0. Zeker. Maar je was weer eens te bescheiden. Opportunisme helpt. Ja, dus je krijgt 1 punt erbij. Ruud had Verschuren goed en Sparta overwinning. Dus dat is +2. Ik had 0 puntjes. Nee, helaas. En toen Vitesse had jij 1-1, Ruud, met een doelpunt. Eerste doelpunt van Moussa. Jij had 0-1 met Meissen. Als eerste doelpuntenmaker. En ik had 1-0 met Boutra. Nou, ik was ook lekker voorbereid. Boutra lekker op de bank. Dus jij had 1 puntje voor de overwinning. Ja, dus jij bent ingelopen. Ja, lekker. Maar wat is de tussenstand? Zeg hem even lekker hard op. Nou, eerlijk gezegd heb ik dat niet uitgerekend. Ja, zie je. Hij staat hier bovenaan. En, ik maak geen kans meer. Maar er zit het nu onder in beeld, zie je het nu. Dus, maar 27 heb ik er volgens mij. Je had 24, plus 3, inderdaad. Nee, 26 heb jij er dan. Nou, prima. Nee, ik kan het toch weer even smokkelen. Hè? Weet je hoeveel mensen hier over praten, over die glazen bol? Nou, 3 bij. Ik ga dat vanaf nu niet meer, maar volgend seizoen ga ik dat heel serieus nemen, die glazen bol. Ja, dan ga je ook zeggen dat we verliezen. Ja, nee, maar dan ga ik een databedrijf inhuren en dan ga ik vragen hoe het nou zit. Dan zit hij hier met tranen in zijn ogen te zeggen van, ik denk dat we die wedstrijd wel gaan verliezen. Maar nu hebben we een probleem, want iedereen denkt namelijk dat Sparta gaat winnen van Heracles. Ja. Jij gaat dat zo snel? Nou ja. Verschuren 3-0. Anton? Clement 1-0. Shit, ik wilde ook 1-0 zeggen. Dan ga ik maar... ik moet weer gaan gokken. Dan ga ik gewoon voor 1-1. Nou. En... Gaat hij weer op zijn telefoon opzoeken wie er bij Heracles speelt? Mooi, hè? Nee, dat weet ik wel. Wie ik dan zou ik Sanko zeggen. Ook als oud-Spartaan natuurlijk. Maar dan ga ik voor... Saito. 1-1 Saito. Wat denk jij? 2-0 Verschuren. Dat zou dan de 5e keer op rij zijn dat hij achter elkaar scoort thuis. Thuis. Ja. Gisteren scoorde hij niet. Ja. Want jullie weten wie die anderen zijn. Wie hebben er nog meer achter elkaar? Wie hebben er nu 4 keer achter elkaar gescoord thuis? Ali Okatabi en Vito van Krooijen. Er was ook iemand die zei Dennis Sennooyer ook. Maar dit heb ik niet kunnen checken. Zo. Dat is even een leuke statistiekje wat je hier gratis meepakt. Ja. Willen jullie nog wat kwijt, man? Anders start ik de eindtune in. Nee, ik vond het leuk hier te zijn. Bij deze. Ja, maar insgelijks. Jij woont helemaal in Tolen.
Of op Tholen, wat moet je zeggen? Ja, ik woon op Tholen en ook in het plaatsje Tholen. Dus ik mag altijd de podcast nog lekker luisteren onderweg. En ik heb 's ochtends altijd een thermoskannetje koffie in de auto. En ik kom op mijn werk uitgerust. Hè, moet je een slaap uit je ogen kunnen wrijven. En ik kom weer fris en fruitig thuis bij mijn gezin. Zijn veel Zeeuwen toch? Veel Spartanen die in Zeeland wonen. Peter van der Zwan is er ook naartoe verhuisd van de supportersvereniging. Ze thuis zou lekker wonen. Ja, betaalbaar waarschijnlijk. Maar... Nou, als ik heel eerlijk ben, ik hou ontiegelijk van de reuring in de stad. Dus de ellende, de reuring, het stadse. En ik kom ook uit Rotterdam. Maar ik vind het ook wel lekker als ik gewoon in mijn alle rust naar mijn dorpje toe kan. En in een kwartiertje met mijn fietsje op de Oosterschelde terecht kan komen. Dankjewel. Nou, ik blijf lekker in de stad hoor. Heel goed. FC Rijnmond vrijdag op de radio zijn we er ook vanaf 6:00. Hè? Is kwart voor 7 die wedstrijd hè? Half vijf. Vanaf 4:00 al. Tot dan. Als Spartaan zijn wij geboren. Als Spartanen sterven wij. In de geest van Bok de Korver. Sparta naar voren!